Welkom bij Christel Helder, welkom bij deze video. Dit is een bericht voor iemand die het nodig heeft op dit moment. We gaan kijken naar het verleden, heden en de mogelijke nabije toekomst. Voordat ik ga beginnen, ga ik eerst de energie zuiveren. Iedereen bedankt die zich de afgelopen periode geabonneerd heeft op mijn kanaal. Dank je wel daarvoor. Bedankt voor jullie steun. Op deze manier kan ik nog meer mensen bereiken die deze berichten nodig hebben. En ook voor de mensen die de afgelopen periode gedoneerd hebben naar mij. Dank je wel daarvoor. Bedankt voor al jullie reacties. Ook bedankt voor het delen van jullie verhalen. Dat helpt anderen enorm, maar ook mij natuurlijk. Goed. Laten we beginnen. De engelen zijn heel sterk aanwezig, eigenlijk al een paar dagen. Dus ik werk ook met engelenkaarten. Wat is de algehele energie van dit bericht? Mag ik nog één kaart, alsjeblieft? Dankjewel. Oké. Algehele energie. We hebben aartsengel Raziel met mysteries, secrets, protected knowledge. Okay. In je hart van de reading krijg ik aartsengel Ariel. Environment, abundance, guardian of the earth. Ja, je omgeving, overvloed en de beschermer van de aarde. Dan hebben we goddess Isis, resurrection, magic en fertility. In je hart van de reading komt dus aartsengel Ariel. En het gaat om jouw omgeving. En jij bent een beschermer van de aarde. Jij hebt dus hier iets te doen op aarde. En het is ook de bedoeling dat jij je omgeving gaat beschermen. Misschien waar in de buurt waar je woont. Of misschien ja, in huis zelf. Jouw eigen omgeving. Zodat de energie van overvloed tot jou kan komen. Je bent ook de beschermer van kennis en wijsheid. Jij draagt sleutels. En dat is ook hetgene wat jij hier doet op aarde, om die sleutels te brengen. Secrets, dus geheimen, oude geheimen, die gedeeld mogen worden. En dan Isis.
Wedergeboorte, magie. En fertility is, ja, vruchtbaar, hè? Als ik het goed heb. Maar voornamelijk het, ja, de wedergeboorte komt bij mij sterk binnen. Ja, het transformatieproces waar mensen doorheen gaan. En misschien ben jij wel iemand die daarin kan begeleiden, kan helpen. Jij hebt dus bepaalde sleutels die je kan overdragen om mensen, ja, daarin te ondersteunen. Oké. We gaan kijken naar het recente verleden met aartsengel Michael. In het recente verleden krijg ik deze situatie is al opgelost. Ik geef al mijn angsten, zorgen en ongerustheid aan jou in ruil voor ware vrede op alle fronten. Dankjewel voor het oplossen van. Geef de details van de situatie op een goddelijke en perfecte wijze. Ja, misschien zit je nog ergens mee in je hoofd. Dat er eerst nog iets opgelost moet worden, maar aartsengel Michael zegt, het is al opgelost. En geloof en vertrouw daarin. Engelen van liefde zullen je behulpzaam zijn. Lieve beschermengelen van mijn tweelingziel, dankjewel dat jullie mijn tweelingziel en mij voorbereiden op de liefde. Dat jullie ons motiveren om gezonde veranderingen in ons leven te maken en dat jullie ervoor zorgen dat wij elkaar zullen ontmoeten. Dank je wel dat jullie ons helpen om elkaar te herkennen en de moed zullen hebben hallo te zeggen, zodat we uiteindelijk een werkelijke intieme relatie zullen hebben. Oké. En dan mijn derde is geloof en vertrouwen. Zeg voordat je van vanavond gaat slapen. Wat een rare zin. Zeg voordat je vanavond gaat slapen, aartsengel Michael, kom alsjeblieft in mijn dromen en vervang angst door geloof en vertrouwen. Laat mij vervuld worden met kracht, moed en vertrouwen. Ja. Het gaat er dus om, hè, in jouw recente verleden, dat je vertrouwen en geloof mocht hebben op een situatie dat dit al is opgelost. En daar ligt dus een kaart over een tweelingziel. En ik heb het gevoel dat het te maken heeft dat jij naar een volgende fase gaat. En dat de fase van de tweelingziel klaar is. Zoals jullie weten van mij, hè, spreek ik tegenwoordig over 3 fases in deze tweelingzielenreis. Dus hoogstwaarschijnlijk ga jij naar de volgende fase en dat is met je tweelingvlam. En heb jij te maken met een tweelingvlam, dan is de fase van de tweelingvlam beëindigd en ga jij naar de tweelingstraal toe. Jij moet beslissen waar je staat, want dat weet ik natuurlijk niet. Kijk, de kaarten spreken altijd over tweelingziel. Dus er bestaan geen kaarten van tweelingvlammen en tweelingstralen. Dus ik ga echt op mijn intuïtie hier af. Met de informatie die ik de afgelopen jaar toegespeeld heb gekregen. Dus veel mensen gaan dus, ja, en dat sluit mooi aan, hè, dus veel mensen gaan ook spiritueel ontwaken. En dat is dan het 5D-systeem, de tweelingvlammensysteem, waarin je dus verder gaat verruimen in jouw bewustzijn. Je gaat meer naar jezelf toe kijken, je gaat meer voor jezelf leren kiezen, meer zelfliefde gaan creëren. En daarbij kan een tweelingvlam dus ontzettend hulpzaam zijn. Oké, we gaan naar je mogelijke nabije toekomst. Wat mag ik daarin zien?
Nou, dat is mooi. Dat bedoel ik. Ik neem hem erbij. Goed, nou, dit sluit heel mooi aan. Ik heb hier de voorhoofdchakra. Het is goed voor je om liefdesenergie in al haar vormen te zien, zoals engelen, aura's en visioenen. Ja. Wanneer we dus spiritueel gaan ontwaken, gaat je derde oog dus ook open, verruimen. Misschien is het al open, maar gaat het meer verruimen, dat zou ook kunnen. Engel van de aarde, onder Guardian of the Earth. Je bent een lichtwerker die naar de aarde is gekomen om je lessen over liefde uit te dragen. Dus een dubbele bevestiging eigenlijk dat je hier op aarde bent om mensen te leren wat onvoorwaardelijke liefde is. En dat zijn ook mensen die vaak in zo'n tweelingzielenreis belanden en dus ook deze fases gaan doorlopen. Jij bezit dus, hè, sleutels over deze reis. En kijk, ik kan wel zeggen, in deze community waar ik mezelf bevind, is er weinig te vinden, zeg maar, over tweelingzielen, tweelingvlammen, tweelingstralen. Het gaat wel komen. Hè. Mijn gevoel zegt echt wel dat het in de toekomst veel meer besproken gaat worden door mensen. Maar voor mijn gevoel was ik een van de eerste die eigenlijk hierover sprak, zeg maar, in deze readers community. Correct me if I'm wrong, maar voor mijn gevoel was ik een van de eerste. En dat is best wel moeilijk, zeg maar, om uit te dragen, omdat er geen andere voorbeelden zijn voor mij. En ja, dan zijn het moeilijke berichten om uit te brengen. Ja, want het is iets nieuws, het is iets onbekends voor mij, maar ook voor de mensen om mij heen. Mensen die naar mij kijken. Ja, maar ik blijf erachter staan, hè, dat er echt drie fases zijn in jouw bewustwordingsproces naar eenwording. En daar heb je dus een tweelingziel als start, je tweelingvlam voor de heling en je tweelingstraal. Dat heeft te maken met het fysieke en het lichamelijke. En ja, voor jullie met, ja, die hiermee te maken hebben, als jij dus in zo'n reis zit, dan draag jij ook deze kennis en wijsheid, net als ik. Ja, ook bij mij is het naar boven gekomen en dat zal bij jullie ook gebeuren. Ja, dus jullie komen dan ook achter deze informatie, wat al die tijd verborgen is gebleven. Ik zag 13:13 op de klok en ja, dat gaat onthuld worden. Ja, dus er komen downloads binnen voor jou wat betreft deze tweelingzielenreis. Hè, dat is een algemene benaming. Ja, en dat mag je gaan uitdragen. Ja, dus de engel van de aarde, dat is ook dus, hè, waar jij hiervoor gekomen bent om dit te gaan uitdragen. Maar eerst moet je het zelf natuurlijk doorlopen, dit proces. Want je kan niks uitdragen als je het zelf niet ervaren hebt. En ja, jij mag zien, hè? Jij weet waar je staat. Jij weet in welke fase je zit. Kijk, heb jij geen flauw benul in welke fase je zit, dan gaat die informatie echt nog wel komen. Vraag dit ook aan jouw gidsen. Vraag dit niet aan mij, want ik kan dat niet voor jou bepalen. Ik kan het niet zien. Maar als jij mijn readingen volgt, dan zou je dat moeten weten. Ja, want ik ben daar best wel duidelijk over. En als jij het dus nog niet begrijpt of nog niet weet, weet dan ook dat de sluiers voor jou, ja, in de toekomst weggehaald worden en dat je het begrip gaat krijgen, dat je gaat zien waarin je staat, met wie je te maken hebt en waar je naartoe gaat werken. Maar als ik even kijk naar de afgelopen periode, zeker het afgelopen jaar, heb ik al heel sterk het gevoel gehad, hè, zo niet al meer dan anderhalf jaar,
heb ik het gevoel dat heel veel mensen gaan spiritueel gaan ontwaken. Dus echt naar binnen gaan treden. En natuurlijk gebeurt dat al, maar een veel grotere groep gaat komen. En ja, die gaan dus naar een hoger bewustzijn werken. En die stappen dus uit een tweelingzielenverhaal en stappen een tweelingvlammenverhaal binnen. En ja, dat gaat heel diep. Dat gaat heel intens worden, heel gepassioneerd worden. En ja, misschien heb je al die tijd wel gedacht, hè, dat je daar al in zat. Maar dan kom je er misschien toch wel achter. Hey, nu begrijp ik waar je het over hebt gehad al die tijd. Pas wanneer jij het zelf gaat ervaren, gaat het begrip indalen. De derde kaart in je mogelijke nabije toekomst is verbreek je banden. Vraag aartsengel Michael om je gehechtheid aan angsten die te maken hebben met oude relaties los te laten. Zodat je bevrijd bent van destructieve patronen. Ja, dus hè, de banden verbreken met die tweelingziel. En voor sommigen is het de band verbreken met de tweelingvlam. Kijk, op spiritueel vlak kan je niks verbreken met de persoon waarin jij dus... Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, met je tweelingziel... Ik leg er even een stukje uit, want anders ga je het misschien niet begrijpen. Met de tweelingziel, die komt op jouw pad omdat je daar een contract mee hebt om te gaan ontwaken. Dus je komt uit een sluimertoestand, uit een slaaptoestand. Daar is jouw tweelingziel voor. Met die tweelingziel ga jij ook echt wel de connectie verbreken. Want je gaat merken van, hé, er kloppen dingen niet voor mijn gevoel. Dit is niet de relatie die ik wil. Je gaat levensvragen krijgen. Je gaat vragen, waarom gebeuren mij deze dingen? En je gaat een beetje op onderzoek uit in de spirituele wereld. Ja? En dat is niet het spirituele ontwaken. Je gaat op onderzoek uit. Je gaat boeken lezen. Je gaat kennis opdoen van spiritualiteit. Maar dat betekent niet dat je spiritueel ontwaakt bent. Je bent ontwaakt uit jouw slaaptoestand. Het grote ontwaken. Je komt er dus achter, nou, deze relatie dient eigenlijk mij niet meer. Het past niet, hè, met het spirituele wat ik nu ga ontdekken. En je hebt ook geen moeite om een connectie te verbreken met je tweelingziel. Dit gaat heel makkelijk. Ja? Nou ja, niet heel makkelijk, maar veel makkelijker dan met een tweelingvlam. Hè, dus dit is iets wat je best wel makkelijk opzij kan zetten. Ja? Maar dan komt jouw tweelingvlam. En je tweelingvlam is één ziel geïncarneerd in twee lichamen. Ja? Dus jullie delen dezelfde ziel. En vandaar dat het ook dat ik het ook ben gaan noemen de spiegelwereld. Want je komt in de spiegelwereld terecht. 3D is de slapende wereld. Daar ben je nergens van bewust. Alles is koek en ei, maar er gebeurt van alles. Hè? Maar dat is allemaal slapend. Dan kom je in de tweede wereld. Dat is de spirituele wereld. En dat is waar je spiritueel gaat ontwaken met je tweelingvlam. Je tweelingvlam is een gedeelde ziel. En alles is gespiegeld. Alles wat je in je leven op dat moment tegenkomt is een spiegel. Alles. Iedereen die op jouw pad verschijnt is een spiegel. En al die spiegels zijn daar om iets van te leren. Elke persoon die op jouw pad tegenkomt. Maar alleen je tweelingvlam kan jou heel diep raken op jouw karmische levenslessen. Ja, dus je bent ook hier om je karma te zuiveren en jezelf te gaan helen van trauma, verdriet. Hè, alles wat je hebt meegemaakt in dit leven ga je dus helen, ga je verwerken. En je gaat dus verhogen in jouw bewustzijn. Het zijn allemaal levels van 5D tot 12D. En je gaat dus ook steeds dieper. Hoe hoger jij komt, zeg maar, op die ladder van 5D naar 12D, hoe dieper jij gaat. En je gaat dus ook vorige levens daarmee helen. Hè? Dus familiepatronen, je familiegeneratie. Ja? En jouw tweelingvlam is dus de spiegel. Aan de andere kant gebeurt dus precies hetzelfde. Het zal niet altijd synchroon lopen in, oké, ik heel nu zeg maar mijn innerlijk kind en ik heel mijn innerlijk kind.
Dat hoeft niet per se. Maar weet wel dat alles gebeurt aan beide kanten. Dus ook jouw tweelingvlam gaat helen op familiepatronen, karma en dergelijke. Precies wat jij doet. Alleen hoeft het niet helemaal synchroon te lopen. Dit is een hele moeilijke tussenfase. Van 3D en naar het eenheidsbewustzijn. Dus dit is de tussenwereld. 5D. En hierin ga je ontzettend veel leren van de spirituele wereld. En ik zeg ook vaak, kijk, spiritueel bezig zijn betekent niet dat je spiritueel ontwaakt bent. Er zijn genoeg mensen die spiritueel bezig zijn met kaartlezingen, spirituele winkeltjes hebben, maar dat hoeft niet per se spiritueel ontwakende mensen te zijn. Die hebben zichzelf nog niet geheeld. Ik kan ze er zo uitplukken. Ik kan zo zien wie wel en niet geheeld is. Puur omdat ik het ja, zelf moest ervaren. Hè? Dus niet iedereen die je bekijkt is spiritueel ontwaakt. Ja? Maar deze tussenfase, dat is echt de moeilijkste fase. Want hier ga je de hel betreden. Hier ga je kennis maken met de duivel. Hier ga je ontzettend veel kennis maken met je ego, dualisme. Ja, en jouw tweelingvlam is eigenlijk degene waarmee jij gaat helen. Deze persoon heb jij echt nodig, zeg maar, om alles te gaan zuiveren. En je hebt natuurlijk heel veel van die pauzemomenten, hè, van die. Hoe noem je dat? Separatietijden. En die zijn echt nodig voor jouw lichamelijke gezondheid. Want als die pauzes daar niet zijn, die separatietijden, dan ga je dit letterlijk niet overleven. 22, 22 op de klok. Dat wordt zo zwaar dat je dat, als je dat aan één stuk jaar in jaar uit moet gaan doen, overleef je dit niet. Echt niet. Het gaat zo diep en zo zwaar. En kijk, ik kan het allemaal mooi vertellen en ik heb het allemaal meegemaakt, maar dan nog moet jij het zelf meemaken om werkelijk te begrijpen en het begrip te voelen wat ik heb meegemaakt. Iemand die in mijn schoenen heeft gestaan, die ook deze reis heeft doorlopen, kan ik precies aanvoelen. Ja, dus als mensen over hun reis vertellen, ik kan precies aanvoelen wat wel waar is en wat niet waar is. Velen gaan nu dus deze periode in, deze fase in, zeg maar, van deze diepte, wat ik dus de afgelopen jaren heb meegemaakt. En sommigen gaan dus die tweelingvlam verlaten en komen net als mij, zeg maar, in die fase van de tweelingstraal terecht. En dat is weer een hele andere fase. Ik ga daar hier niet te veel over uitwijken, want dit, voor mijn gevoel, gaat het hier voornamelijk over de mensen die dus in deze 5D tweelingvlammen fase terechtkomen. Hè? Dus die dood en wedergeboorte. Dus van tweelingziel naar tweelingvlam is eigenlijk al een dood en wedergeboorte. En je gaat dus een jarenreis maken met jouw tweelingvlam. En daar maak je dus ook wat meer dood- en wedergeboortes mee. Het zal ook een aantal keren voelen alsof je letterlijk doodgaat en weer opstaat. En dat betekent dat je een belangrijke fase hebt afgerond voor jou op aarde. Maar ook. Ja, wat verbonden is, zeg maar, met vorige levens. Ja, dus dan heb je niet alleen maar van hier geheeld in dit leven, maar ook van vorige levens. Aan elke situatie, elke ervaring die je hebt meegemaakt hier op aarde, in dit leven, staat verbonden met vorige levens. Ja, dus elke levensverandering, elke dood en wedergeboorte die jij dus meemaakt in deze tweelingvlammenfase. Betekent dus dat jij een fase achterlaat en een nieuwe fase binnentreedt. En dat betekent, je gaat weer
in je bewustzijn verruimen. Je gaat weer een dimensie hoger. En met elke bewustzijnsverruiming, elke dood en wedergeboorte, elke verhoging van een dimensie, krijg jij nieuwe sleutels. Jij krijgt nieuwe downloads. En neem maar van mij aan dat je er niet meteen iets mee hoeft te doen. Ik adviseer wel, schrijf het op. Maar ga niet, net zoals mij, het meteen uitdragen. Want het begrip bij jouzelf is nog niet ingedaald. Ja? Dus dat kan ik wel meegeven. Leer van mijn fouten. Dus aanhalingstekens, mijn fouten. Dus schrijf het op wat jij binnenkrijgt. Want het kan soms echt een overload aan informatie zijn. Neem ook rust in die periodes wanneer jij gevoel hebt van, oeh, ik krijg heel veel informatie toegespeeld. Laat alles vallen om jou heen. En laat alle informatie tot je komen. Schrijf het op. En doe niet te veel. Neem de rust. Soms kan dat dagen duren, soms kan dat weken duren, zo'n informatiestroom. En het zijn allemaal sleutels, allemaal informatiebolletjes, krijg ik door, informatiebolletjes die in jouw lichaam terechtkomen. Ja, en die gaan zich ontpoppen, zeg maar, in jouw lichaam. Ja? Het is ook het vernieuwen, zeg maar, van jouw DNA. Ja, het zijn lichtcodes die je naar binnen haalt. En dat gaat zich ontpoppen allemaal in jouw lichaam. En dat gaat zich nestelen in jouw lichaam. En het oude moet dan losgelaten worden. Hè? Oude overtuigingen, oude ja, DNA-patronen. Dus ja, voor velen gaan dus nu de banden verbroken worden. Oh ja, dat wou ik eigenlijk zeggen, maar ik wijd helemaal uit. Met jouw tweelingvlam. Kijk, je kan met je tweelingvlam nooit verbreken. Want jullie zijn één ziel. Onthoud dit. Jullie kunnen nooit energetisch de band verbreken. Nooit niet. Heel je leven niet. Dus deze persoon zal altijd, op welke manier dan ook, in jouw leven zijn. Of dat nou gewoon alleen maar energetisch is. Of dat je daar een vriendschap mee krijgt. Een relatie niet, want je gaat verder naar de tweelingstraal. Maar het is en blijft een verbinding in jouw leven. En dat zal voor iedereen verschillend zijn hoe dit eruit ziet. Oké. Okay. Ik denk dat dit het stukje zo is. En dan gaan we nu even de tarot overheen doen. Kijk, ik moet ook de laatste tijd niet te veel hierover spreken. Het komt alleen door wanneer het door moet komen, zoals nu. Omdat ik natuurlijk... ik zit zelf in de reis natuurlijk. Maar ik heb het gevoel dat ik nu echt de opdracht ook krijg, zeg maar, om het door te laten komen wanneer het door moet komen. Ja, dus niet zoals voorheen, van laat ik het tweelingzielreading doen. Dat gebeurt niet meer. Ook niet meer dat ik informatie ga delen via mijn community. Alles lijkt wel even op een stop gezet te worden totdat ik zelf alles duidelijk heb in een bepaalde boodschap die ik mag overbrengen, zoals deze. En ik mag ook niet te veel, zeg maar, over mijn eigen ervaring nu gaan vertellen. En dat is wel iets nieuws voor mij, want ik deel graag. Maar ik heb duidelijk de opdracht gekregen om, ja, om het niet naar buiten te brengen. En waarom? Ik heb geen idee, maar ik luister maar gewoon. Want ik heb geen zin in torenmomenten. En wanneer iets naar buiten mag komen, dan, ja, dan komt het vanzelf wel naar buiten, uiteraard. Goed. Deze situatie is al opgelost. Hè? Dus deze verbreking, zeg maar, met jouw tweelingziel.
is eigenlijk al verbroken. Als, in de zin van het contract is verbroken met jouw tweelingziel. Je tweelingziel heeft gedaan wat het moest doen. Je hebt daarvan geleerd. Het verbreekt. Dus deze situatie is al opgelost. Het wordt allemaal begeleid goddelijk, hè? Dus het is eigenlijk wordt het automatisch al gedaan. En dat ga je ook voelen. Want ik heb dus ook zeg maar de verbreking gevoeld van mij en mijn tweelingvlam. Zonder dat ik daarom heb gevraagd. Of iets voor heb gedaan. Ik voelde gewoon dat de energie eruit getrokken werd. Het was ineens weg. En daarmee had ik het gevoel: hé, er gebeurt hier iets. Wat is dit? Het contract beëindigt. Ja? Maar dat wil niet zeggen dat je niet meer energetisch verbonden bent met je tweelingvlam. Niet met je tweelingziel, want dat is gewoon alleen maar puur een contract. Dat is niet een gedeelde ziel, dat is alleen de tweelingvlam. En over de tweelingstraal mag ik nog niks zeggen. Oké, duidelijk. De chariot. En dat is de goddelijke koets. Zo noem ik het altijd. Aartsengel Metatron. Ja, je wordt dus begeleid verder. Ja, dus met deze goddelijke koets. Je gaat naar de volgende fase toe. Acht van Meikel, acht van Zwaarden en de Hanged Oké. Okay. Dus de acht van Zwaarden, dat is de kaart van ja, het vastzitten, hè, illusies. Er staat: You can be free, make a courageous choice to change your situation, not seeing things clearly. Nee. Dit mag dus nu beëindigen. Jij en die tweelingzielverbinding mag tot een eind komen en dat gaat ook gebeuren. Of dat is het misschien al gebeurd, hè, want het ligt in je recente verleden. En dan bij geloof en vertrouwen krijg je dus de kaart van de Hanged Man. Een nieuw perspectief krijgen. Het oude verhaal loslaten. Het oude tweelingzielenverhaal mag echt op de schop. Want er is inmiddels veel meer nieuwe informatie. Ja? En dat gaan we in de toekomst dus ook veel meer zien en horen. Dat er niet alleen maar een tweelingziel bestaat, maar dat er verschillende fases gaan komen. Zo nu en dan kom ik iets tegen, maar het is echt nog minimaal. Waarbij mensen dus over drie verschillende fases spreken in deze reis. Hun hebben dan een andere benaming. Hè? In elke taal zal dat ook verschillend benoemd worden. Maar als ik kijk, zeg maar, dan zie ik drie fases die ze benoemen. Hè, dus ook drie verschillende personen. De koning van Ariel, de koning van munten krijg ik bij Raziel. En de koning van munten, dat is de stabiele koning. Your plans are working out very well. Professional and financial success using resources wisely. Dus die informatie die je toegespeeld gaat krijgen de komende tijd, je zit er eigenlijk middenin, want dit is het heden. En de komende periode ga je dus veel informatie toegespeeld krijgen over wat deze reis inhoudt. Kijk, ik weet natuurlijk niet of je aan het begin staat van je tweelingvlammenverhaal of dat je al wat verder bent. Ook daarin mag je zelf beslissen natuurlijk. Jij weet het, ik niet. Dus ik geef gewoon maar door wat er door wil komen. Maar het kan ook zijn dat je al ergens mee bezig bent met een levensmissie. Dat je al iets aan het uitdragen bent over tweelingzielen, tweelingvlammen. Ga daar voorzichtig mee om. Ga daar, kijk wat ik zeg, leer van mijn fouten. Probeer de informatie even goed binnen te laten komen. Schrijf alles op. Totdat alle kwartjes gevallen zijn en jij het gevoel hebt: oké, okay, ik heb nu een compleet bericht. En wanneer het op tafel mag komen, als je dit doet, misschien doe je iets anders, maar ik spreek altijd tarot, dan breng ik het naar buiten. Ja?
Want er is al heel veel verwarring. En zeker wanneer nu de nieuwe informatie steeds meer gezien gaat worden en verteld gaat worden, kan er nog meer verwarring ontstaan. Misschien is dat ook de reden dat ik nu wat voorzichtiger ook moet zijn. Zou kunnen. De Empress krijg je in je hart van de reading. Time to act upon your plans. Creativity is rewarded. Luxurious or abundant resources. Nou, hier ligt ook abundance. Dus er is ook weer een dubbele bevestiging dat jij de weg vrij moet maken om een overvloedig leven te gaan creëren voor jouzelf in de toekomst. Hè, wanneer jij in eenheid bent met jezelf, dan kan dus alles naar jou toestromen. Ja, dan leef jij een verrijkt leven hier op aarde. En dan heb je bereikt wat je moest bereiken qua deze reis. De zonkaart. Nou, er komen al vier grote arcanakaarten hier op tafel. Dus dat betekent echt die grote verschuiving, die dood en wedergeboorte. De tussenwereld die betreden gaat worden. Ook op deze kaart zie je dus hè, dat aartsengel Michael de persoon begeleidt door de poort heen. Dus veel mensen gaan die overgang nu maken. Dit is de zonkaart. En de zon brengt ook weer die verlichting. In de fase van dood en wedergeboorte. Life is wonderful. Thrive through the power of positive thinking and inspiring success. Ja. Dus je zal succesvol door deze fase begeleid worden. De engelen zorgen voor, hoe heet het? Voor verlichting. Hè? Je pad wordt verlicht. Mensen die in een tweelingzielenreis zitten, worden ook echt door de aartsengelen begeleid. Ja? En vaak is het aartsengel Michael die deze begeleiding brengt in deze reis. Ik heb vele verhalen gehoord van mensen die dus ook in een tweelingzielenreis zitten en altijd werken met aartsengel Michael. Ja, en dat doet me dan denken, hè, van daar zit wel iets in. Dus hoogstwaarschijnlijk heeft aartsengel Michael ook de taak genomen om mensen die in deze reis zitten te begeleiden. En zal hij zich ook aandienen wanneer het voor jou de tijd is. Dus hoogstwaarschijnlijk heb je deze persoon, nou ja, een persoon, engel, al gezien. Ja, het lijkt bijna een persoon die naast me staat, maar. Dus ook jij zal aartsengel Michael tot je beschikking krijgen in deze reis. Hij heeft zich bij mij aangediend toen ik spiritueel ging ontwaken. Toen ik in 5D kwam, mijn tweelingvlam ontmoette. Toen ging ik dus, toen, ja, toen werd ik eigenlijk begeleid, zeg maar, door aartsengel Michael. Toen ging ik ook, kreeg ik ook artikelen over aartsengel Michael en dergelijke. Oké, je mogelijke nabije toekomst. Dus de schildknaap van munten. De koningin van Michael. Dus de koningin van zwaarden. En de negen van munten. Dus bij de voorhoofdchakra krijg ik de schildknaap van munten. En de schildknaap, dat is de leerling. Dus je gaat ook leren, zeg maar, hoe het is wanneer jouw derde oog gaat verruimen, openen, verder openen. Je gaat dus leren om voorbij jouw ego te kijken. Je gaat leren om voorbij illusies te kijken. En daar heb je je derde oog voor nodig. Ja, dat ga je allemaal leren. Kijk, vaak wordt er verteld, of nou ja, het wordt zo gebracht dat wanneer jouw derde oog opengaat, dat jij dingen gaat zien.
Hè, dat dacht ik vroeger ook. Ik was er zelfs bang voor dat ik entiteiten zou gaan zien, rare wezens zou gaan zien. Maar niks is minder waar. Je derde oog openen betekent je gaat illusies zien. Je gaat de illusiewereld zien, hè, de spiegelwereld. En je gaat leren om daar voorbij te kijken. En dat is de wereld van na 12D. Kijk, natuurlijk kan jij dingen zien. Dat kan echt wel. Je kan kleuren zien, je kan entiteiten zien. Maar dan is jouw, ja, dan zijn de spirituele ogen verder gevorderd, hè? We hebben niet één lichaam, we hebben niet twee ogen, maar we hebben zeven lichamen en zeven ogen, zeven chakra's. En dat zijn allemaal fases, stadiums, zeg maar, die jij moet doorwerken om jouw bewustzijn te verruimen. En wanneer jouw spirituele ogen allemaal ontwikkeld zijn en hè, op de juiste manier staan, ik weet niet hoe ik het anders moet verwoorden, maar op de juiste manier functioneren, hè, kan jij dingen ook echt zien. Ik leer ook steeds meer bijvoorbeeld kleuren te zien terwijl ik mijn oog open ben, zeg maar. Hè, dat ik het ook zo kan zien. Dat ik energie kan zien. Hè, dus daar ben ik ook, zeg maar, steeds meer in ontwikkeling mee. Hè, dus het is niet dat wanneer jouw derde oog open gaat, dat je van alles gaat zien. Zo is het niet. Het gaat erom dat jij gaat leren voorbij jouw eigen illusies te kijken, voorbij jouw eigen ego te kijken. De engel van de aarde krijgt dus de koningin van zwaarden. En zij is voor mij altijd iemand die heel resoluut kan zijn, maar ook heel erg, ja, haar grenzen kan stellen. En je gaat er dus ook achter komen dat jij grenzen stelt vanuit angsten. En dat je dat mag gaan leren, zeg maar, om gezonde grenzen te gaan zetten voor jouzelf. Ja, dus in de 5D-wereld kom je ook echt in aanraking met al jouw angsten. En dat je gaat ook zien dat jij een muur om je heen hebt gebouwd of een grens hebt gesteld vanuit angsten. Je gaat ook leren dat jij niet alleen maar een mens bent hier op aarde, maar dat je ook een ziel bent. Ja, dus ja, twee levensvormen, zeg maar. Hè? Dus een levensvorm, dit lichaam, en die met een bepaalde identiteit komt. En daar huist nog iets in jou. Ja, dat is dan jouw ziel. En jouw ziel gaat jou leren, zeg maar, om dit mens zijn in hoger bewustzijn te krijgen. Ja, dus deze persoon draagt een lager zelf en een hoger zelf. En jouw ziel stuurt eigenlijk aan. Hè? Jouw lagere zelf moet geheeld worden. Daar zitten trauma's, blokkades, noem maar op. Pijn, verdriet. Dat is je lagere zelf. Dat zijn je onderste drie chakra's. En je moet dat gaan helen, zodat jij de toegang krijgt via jouw hart naar je hogere zelf. En dat is dan je keel, je derde oog en je kruinchakra. Die gaan dan open, hè? Dus je krijgt de toegang, zeg maar, tot je hogere zelf. Maar dan moet je wel aan de slag met je lagere zelf, hè? Dus je gaat in 5D ga je innerlijk kindwerk doen. Je schaduwwerk doen. Je gaat je karma helen. Je gaat alles verwerken wat jij draagt aan pijn en verdriet. En dat geeft de toegang tot jouw hartchakra. Die gaat dus open. En heb jij toegang dus tot jouw hogere zelf. Hè? Dus jouw keelchakra gaat open. Je gaat meer jouw waarheid spreken. Wat ik zeg, je gaat voorbij jouw ego leren kijken. Je gaat zien dat je een ego hebt. Überhaupt, hè, laat ik geen stappen overslaan. Dus je gaat leren zien dat jij een ego hebt en dat jij een bepaald gedrag draagt, uitdraagt naar andere mensen. Je gaat zien dat jij dus ook een aandeel hebt, hè, in de situaties waarin jij je bevindt. En met de kruinchakra, ja, ga je dus proberen het grote geheel te zien van waarom dingen gebeuren. En dan weer een stap verder, zeg maar. Wanneer we dus, zeg maar, de vijf aardechakra's en de vijf kosmische chakra's gaan bereiken. Dat moet via de hoge hartchakra. Dat is de tweede poort, zeg maar, in jouw lichaam.
En dat is dan zeg maar vanaf het 12D. Ja, dus dan ga je verder verruimen in jouw bewustzijn. Ja, en hoe dieper je gaat, hoe hoger je gaat. En dat is dan een uitzuiveringsproces vanaf 12D. Hè? Dus je gaat echt je DNA veranderen. Je gaat jezelf deprogrammeren. 5D is echt heling, gebaseerd op heling. En vanaf 12D ga je dus zuiveren, deprogrammeren en je DNA veranderen. En dan bij verbreek je banden krijg ik de 9 van Ariel. Dat is de 9 van munten. En dat is de bevrijding. Ja, dus de bevrijding van je tweelingziel. En je gaat door naar de volgende fase, je tweelingvlam. En voor sommigen zal dat van tweelingvlam naar tweelingstraal zijn. Jij weet waar je staat, maar voornamelijk is dit bericht wel gericht op mensen die dus in die 5D-wereld komen. En zitten op dit moment. En dus meer begrip nu mogen ontvangen, meer sleutels mogen ontvangen. Kijk, alles wat ik vertel is niks nieuws. Alles wat ik vertel zijn bevestigingen voor jou. Alles wat ik vertel zit al in jou. Of ga jij binnenkrijgen, hè, de sleutels. Ja, er zullen dingen ontwaakt worden. Wanneer je bijvoorbeeld naar mijn reading kijkt, kan er iets binnenin jou, zo'n lichtcode, ontwaken. Zo van, hey, wat jij nu vertelt, hey, dat begrijp ik nu. Of hey, ik krijg ineens bepaalde inzichten binnen. Er komt ineens iets naar boven van, ja, wat jij vertelt, ja, komt me heel bekend voor. Hè, dat is het ontwaken, zeg maar, wat ik maak jullie bewust van bepaalde zaken. Het is niet dat ik iets nieuws vertel. Absoluut niet. Alles weet jij al. We lopen dezelfde reis namelijk. Alleen, ja, we lopen allemaal in een andere tijdlijn. Ja, dus de een loopt wat verder dan de ander. Goed. Nou, bijzonder bericht dat ik dit mag overbrengen. Doe ermee wat je wil, hè. Laat het goed indalen. Er zijn mensen dus die dit mochten horen op dit moment. En ik mocht dit op dit moment overbrengen. Ja. Oké. Nou, ik laat het zo. Het is heel veel informatie. En wanneer ik heel veel informatie overbreng, adviseer ik ook altijd: luister de video wat vaker terug. Laat alles goed indalen. Heb je nog vragen? Stel ze onder in de reacties en dan ga ik kijken of ik ze kan beantwoorden. Ja, oké. Dankjewel voor het kijken. En wie weet zie ik je snel weer bij een volgende video. Doei doei!